Oké, goedenavond heren. Welkom op deze persconferentie na de wedstrijd Roeselare-Oostende. Eindstand 0-0. Wedstrijd die werd bijgewoond door 2927 toeschouwers. Fred, ik geef u meteen het woord voor een analyse van de match. Ja, we kunnen kort zijn, denk ik. Totaal geen goede wedstrijd van ons vandaag. Een beetje een off day, maar tenslotte pakken we toch een punt in die off day. Op dat vlak ben ik dan wel tevreden dat we dat punt kunnen meepakken, maar we hebben niks laten zien in principe. Dus daar valt niet veel over te zeggen vandaag. We hebben geen één kans bij ingevoetbald. Geen eerste standaardfase was deftig gegeven. Veel te onrustig gespeeld. Veel te stressie in balbezit. Veel te slordig. Het enigste vermeldpunt vandaag is dat Centraal Duo enorm sterk was. En gelukkig dat die mannen aanwezig waren, want anders gingen we misschien wel 3-4 rond de oren hebben vandaag. En dat is een spijtige zaak. Waarom? Omdat wij zonder druk moesten hier komen spelen. En het is precies dat, dat er alles van afhangde vandaag. En in principe was dat totaal niet de bedoeling. Wij zijn al eens begonnen in het begin van het seizoen met een doelstelling. En die doelstelling is redelijk goed tot nu toe. En dan zie je zo'n wedstrijd. In feite moet dat een gala-wedstrijd zijn vandaag. En we hebben dat totaal verkeerd aangepakt. Nu, we gaan daar morgen nog een keer over terugkomen in de uitloptraining. Maar voor God zijn over de wedstrijd, ja, kan ik niet veel zeggen. Want ik heb niets gezien van mijn ploeg. Juist op verdedigend vlak. En de keeper. En voor de rest... kunnen we de chasse trekken, eerlijk dat ze bij ons zeggen. Oké, dat is duidelijk. Gabi? Ja, ik denk dat wij tegen de tweede in het klassement, en Oostende staat verdiend tweede, dan laten we daar heel duidelijk over zijn, dat wij vandaag toch proberen de ruimte te benutten die zij gaven. Dat wij daaruit vier deftige kansen creëren. Maar ja, je moet er een binnen trappen of binnen koppen. En dan kun je 3 punten pakken, dus het is niet met bal op de lat, bal op de paal. Benjamin Lutin alleen voor de keeper, goed uitgekomen van de keeper. Dus dat speelt allemaal mee. Als je die kans niet kunt maken, of dat ene doelpunt niet kunt maken, ja, dan verdient je geen 3 punten. Het is niet met balbezit te hebben of ruimte te creëren. Of fouten van de tegenstrijder. Als je die niet afstraft, kun je niet winnen. En dat is vandaag jammer geweest, want we hebben voor ons doen een heel goede partij gespeeld. Dat niet lukt, dat is heel jammer. Maar waaraan dat ligt? Misschien wat koelbloedigheid, misschien wat slimheid. Maar ik mag hier absoluut vandaag geen negatief woord zeggen. Want ik vind dat wij echt positief gevoetbald hebben. Snel de andere kant, de niet werkende kant van hun opgezocht hebben. En jammer genoeg is daar geen doelpunt uitgesproken. Maar ik denk dat de 2900 toeschouwers een mooie wedstrijd gezien hebben. Oké, bedankt.